Voilà. Catch. 57 jaar en toch in vorm, hè? Voilà. Dat is geweldig. Dat wil ik jullie ook meegeven. Ik ben zwaar obese geworden. Niet van pasta van het supermarkt, maar van biologische pasta's. Linzenpasta, spelpasta, etc. pasta. Voilà. En hoe komt dat nu dat je van deze pasta, de boekweitpasta, niet bijkomt? En dan heb ik zo van die fantastische mensen. Vanessa, welkom erbij. Die zeggen, ik heb boekweitpasta en ik kom toch bij. Dan zeg ik, draai het de kitchen niet om. Ah, ja. 97% tarwe, 3% boekweit. Welkom in de supermarkt. Bij ons is het 100% boekweit. Voilà, Greet, Vanessa en alle anderen, welkom in de kitchen. Voilà, gelijk dat Alida en ik lang gaan werken. Vandaag dacht ik, ik ga even langs huis en ik maak real food. In plaats dat op zijn Alida's, zo hoe noemt dat, een of andere Thai of ik weet niet wel opkomen en volle rommel en flauwekul. Zie, het gaat over kleine dingen. Hé, Wendy en Lutschart, je hebt geen pech, je flit gewoon verkeerd. Voilà, dat is gewoon het ding. Als je weet van, allee, hoe noemt dat zo, Uber Eats, weet ik wel, al die flauwekul. Veronica, hoe is het met jou? Alles goed? Degene die met mij wil koken. Voilà. Oei, wacht, de pan is hier al op. Welke olie ga ik erin jappen? De citroen, want dat past. We gaan. Ik ga pasta met tonijn maken. Very simple. Dat blijft 100 jaar goed. Een ajaan, een stukje look. De pasta, dat water kookt nog niet en we zijn betrokken. Zo simpel is. En Alida en ik, als de kinderen niet zijn, lusten wij daar very much super chili. Dus die citroenolie met een goede schep. Bam, super chili. Twee scheppen super chili. Dat wordt gewoon feest. Voilà, nu moeten we wel turbo doen voor de ajaan te snijden, want dat is wel plezant. Ik ga de Ilse, hoe is het? Ik kan dat wel een beetje gelijk naar smurf snijden, denk ik, dat is beter. Dan zie je dat tenminste. Ze hebben nou een ajaan in de kast gevonden, maar hij doet het nog. Geweldig. Jullie weten of weten dat niet, maar ik heb met Gert, hoe noemt hij dat? Gert Verhoest en Piet Huizentruid nog gekookt op VTM en op Njam TV. Ik hou kokerellen zo daar snijden en al die flauwekul, hè. Oh. Dus dan liet ik die dat doen, hè. Ik zeg hier, kom snijden, ga dat ajaan. Maar ja, nu denk ik alleen, een goede truc om niet te wenen, is je tong aansteken. Terwijl dat je dat doet. Echt waar, hè? Oké, let's do it. Ik heb niet geweend, niks, hè? Zie je dat? Dat is plezant, hè? Wacht, je ziet dat hier in de pan. Gaan. Wat ga ik erin doen? De tonijn. Voilà. Sandra, hey, dankjewel. Ik zie dat je geen robokop. Wij coachen jullie gratis, het liefst minstens per toon als je goed opgevoed bent, is wat dat eten bij ons ook kopen. Koop dat dan niet in de markt, supermarkt, maar gewoon bij ons, dat is lief en beleefd. Ik doe twee potjes erin. Voilà. Ik bedoel dat altijd lief, hè? Maar ik moet mensen wel zoiets wakker schudden. Vind ik zo'n coaching, heb je dat al eens gehad? Oh nee, zeg je wel. Zeg, wat betaal je normaal op een diëtist, wat heb je een bal trekt? Ja, 20 euro per bezoek, zeg je wel. Zeg je, wij doen dat 17 keer per dag gratis. Als je niet ziet zitten, of whatever. We staan er dag en nacht voor jullie. Marie-Georges, comment ça va? Chantal en Bernadette, welkom in de house. Voilà. Ik heb mijn loof vergeten, maar dat komt wel goed. Let's do that. Hallo. Het water kookt nog niet. Ze moeten goed kijken als alleen een boekweitpasta maakt. Als je zegt, ik heb dat al eens gemaakt en dat is niet lekker, dan moet je goed kijken. Dan gaan ze zien dat dat wel lekker wordt en dat dat onwaarschijnlijk lekker is. Ik kan dat hier doen. Hè. Wacht, ik ga net doen. Live show. Het is wel al mooi. Voor het moment hebben we nog stroom, dus we kunnen nog koken, hè? Misschien deze winter niet meer. Dan eten we koude boekweitpasta. En deze pasta ga ik toch koud maken, daarom pak ik die mee naar het bureau. Tenminste. Let's try it, hè. Dat prikt nog ook niet veel. Maar dat komt goed. Dat is nog veel te flips. Met deze loon 3.
Zie, en we hebben niks, geen groente thuis, niks. Maar ik ga niet schrijven, ik bestel geen pizza. Hé, kleintje, nog eens sorry voor de misere tijdens de transport van jouw grote bestelling. Dankjewel aan jou en je papa. Aan toda la familia. We doen ons best dat dat niet meer gaat gebeuren. Dat moet lukken. Mieke recht maken, hier op de tweede skinnyloopdag, dat ook eten. Top Mieke. Niet vergeten, je bent niet op dieet. Hè. Steek niks in je mond dat je niet lust. Ik heb dat ook nooit niet gedaan. Voilà. En als straks de mama belt of uw schoonmoeder, nog erger. Dan eten alles wat de pot schaft, want je bent niet op dieet. Zie, mijn bus is al op. Wacht, ik ga nu even heel hoog regelen. Wat? Dus ik heb niks verstaan, buiten de Najaan en Loof. Die in Donijn, die blijft nog 100 jaar goed in die blik. Dat staat allemaal op maximum vuur. Ik heb een Najaan en twee Loof meegedaan, dit kun je van dichterbij zien. Ik ga dat eens proeven. Begin. Maar alleen daar niet tussen echt spicy en hoe spicier dat je eet, hoe beter dat je vet verbrandt. Dus we gaan nog voor een schepje super chili erin. Je moet niet spicy eten als je niet spicy wil eten. Je moet geen boekweitpasta eten. Maar wat slank je af, Mieke, weet het. Zeg het mij eens. Niet van boekweitpasta eten. Daar ga je nooit meer van bijkomen. Dat is ook al niet, hè. Maar van... Van zeg het eens. Van Skinny Love. Voilà. Ik ga dat ding laten koken. Tussen 7 en 8 minuten. Als we te veel hebben, eten we dat morgen. Dat is perfect. Ik geef nooit warm eten. De overschot van gisteren, smiddags, wel s'avonds. Dat is dat. Dan moeten we zien dat dat terug kookt, dat ding. En dan 7 à 8 minuten. Probleem. Zal mijn gerechtje worden, vanmorgen ziet het er al lekker uit. Ja, het is plezant. Wacht, ik zal... ik ben aan het zien wie dat er nog iets heeft geschreven. Hey Sandra, hey amigo, alles top, dankjewel. Zie. Kan ik... Oh my god. Hier, kunnen jullie mee in de pot dragen? Hup. Deze moet koken. En dan zet ik dat op 7 en ik zie wel. Of 8. Het is tussen 7 en 8. En dan komt een truc. Niet naar Alida luisteren, maar naar Alain. Oh my god. Ik had jullie in een diepvriezer gestoken. Want de iPhone was aan het overkoken. Nu zo rap. Dat is toch raar, hè? Maar ja, het is 30 graden. Dat ding werkt niet. Amai, wat doen ze dan in andere landen waar het warm is? En wel, we zijn terug. De pasta is nog steeds aan het koken. 6 minuten. Voilà, dit is aan het pruttelen. Op nummer 9. Dat ziet er al goed uit. Voilà. Dus in plaats van... En niemand heeft slechte genen, hè. Hallo, horen jullie dat? Jullie hebben geen slechte genen, hè. We drinken, jullie die zware overgewicht hebben, jullie drinken frisdrank, zero en je eet verkeerd. Hallo. En het hoort, voilà, ik blijf dat zeggen. Je eet verkeerd en je zapt frisdrank. Dat is daarom, steek het niet op je moeder, niet op je vader, op niks, niet dat je niet sport. You eat wrong. Voilà. Dat mag niet. Maar ik deed dat ook, want ik woog 100 kilo voor een smurf van 1,75 meter. Zie je? En nu 75 kilo met een glimlach. Ik heb nooit op de volume gerekend. Dus als jullie zien, zeg maar, die Alain, die gaat precies veel eten met Alida. Ik eet altijd, en Alida ook, tot als we voldaan zijn. Altijd. Ik heb nog nooit die kans gedaan. Anders wordt het chagrijnig, depri en is het leven niet grappig. Eten is een leuke basisbehoefte van de mens. Ik had die Najaan beter, eerst wat beter gebakken dan met een tonijn er eerst bij te doen, maar bon, c'est la vie. Maar het is oké. Okay. Het ding broebelt. Zie, je krijgt hier zo een bruine slijk van boven. Dat is niet erg. Ik vind dat niet lekker, maar in Japan noemen ze het water van het eeuwige leven. En Japanners die zijn allemaal wel slanker als wij. Weet je wat dat die niet hebben? Wat hebben die niet? Die mankeren niets, hè, maar die hebben iets niet. Weet je wat? Wat is er hier? Ah, hier. Ik zal eens zien.
Wacht, we gaan eens zien op de comments. Hey Suzy, Karima, Leslie, Peggy, Ria, Pamela, Tonnietje, hoe is het? Die hebben geen bakker en geen beenhouwer. Easy, hè? Oh, maar wij willen toch wel met een bakker blijven gaan, hè? Ik ga de zondag altijd naar de bakker. Voilà. Of morgen met de kids ga ik naar de bakker. 4 minuten. Voilà. Ik ga analyseren en proeven, maar dat kan nog geen topper zijn. Dus, de diehards, die zouden eens... Ik heb het nog nooit gedaan, maar je zou met dat water, als je dat opvangt, een whisky love kunnen maken. Dat is nog te haaf. Want het is al wel lekker. De truc is zo'n beetje... Nu dat de pombak hier helemaal proper is, ja. We hebben dat flink gedaan. Alida heeft dat nog nooit gekast. Oh, stel eens van mij. Maar Alida wil al de rest. Voilà. Koud water. Hup, en we zijn vertrokken. We gaan zien, hè. Blijf duren, hè. Kom, ik ga nog eens proeven. Hadden we nu olijven, dat had ook present geweest voor de bij, maar ik heb niks. Maar het is wel bangelijk lekker. En very easy. Dus deze kun je altijd maken. Je moet niks uit de diepvries halen. Niks, niks. Die pasta blijft 8 jaar goed. Die olie. 1 jaar, dat potje. 2 jaar, voilà. Dat is al dat ik erin gedaan. En een ajan en een stuk look. Dat zie je. Het is zo gemakkelijk. Voilà. Zie, zie, zie. Nu krijg je die een bananenmoes erbovenop. Ideaal. En dan goed, tegen dat het klaar is, heb je honger. Is alles opgeproefd. Ja, 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 ja. Hey Daisy, voilà. Zien dat een telefoon het niet te warm heeft. En als ik daag jullie mee de pombak in, of de wasbak. Het is wel echt lekker. Maar ik ga al eten. Weet je, dat is ook een goede truc. Het gaat over piepklein dingetjes. Wij zijn toch, Alida, het is geen romantische diner van de avond. We gaan nog keihard werken. Dus ik ga mijn portie al misschien samen met jullie hier opeten. Dat is de bedoeling. Ik ga nog eens proeven van de pasta. Want we hebben nog 1 minuut. Misschien haal ik hem er al uit. Je proeft zelf, hè, dat je zegt van, oh, nu vind ik hem goed. Zie? Hey, stop. Op de rat. Spannend. Oké, ik zet alles af. Nu zien dat ik mijn eigen niet verbrand. En nu komt het, hè, showtime. Perfect. Dat is een truc dat je boek kwijt past aan. Dat komt, hè. Japanners die spoelen dat met ijswater in een bak vol met ijsblokjes en die blijven erin roeren. Ik ook, maar misschien dat het niet te warm is. Voilà, dat is nog heet. Voilà. Ik hou van eten, ik hou van voedsel, dus ik raak dat wel aan. Hè. Dat is geen ramp, dat is geen vergif, ik steek dat in mijn eigen lijf. Ik heb mijn handen goed gewassen ervoor. Zie je? Dan gaat dat niet plakken, heb je geen vieze brei. En deze is de enige pasta waar je zeer snel van voldaan bent. Waar je langer, hè, dat is langer van voldaan gaat zijn en niet van bij komt. Voilà. Hoe doet dat nu subiet? Zie je, ik knijp erin, ik maak dat mooi en zacht. Voilà. Het is toch een warme dag, dus ik heb eigenlijk een goesting voor warme pasta. Maar mocht je nu goesting hebben voor warme pasta, dan maak ik dat bakje. En met een pot helemaal af en dan steek ik die even in de microwave. Zie je dat? Voilà. Nu de pasta die je niet kleeft. Geweldig toch, hè? Voilà. Wacht, ik zie even. Smakelijk, wacht hè. Zal mijn gerechtje worden voor morgen? Ziet er al lekker uit. Wacht, ik ben mee aan het zien. Ja, is echt super lekker die pasta met zoveel te combineren, zegt deze. Ja, inderdaad, zeker niet met kauwgom. Deze, oh, stout van mij. Zeker met die twee moet dat makkelijk zijn. En lekker. Hier. En dan heb je hier een pasta die je kleeft, die niet lekker is, et cetera, et cetera. Voilà. Dus, wacht. Nu, de next.
maar ik wil met mijn eigen niet verbranden. Voilà. Wie gaat er mee? De pot. Zie, ik doe al het water weg. Het zijn kleine dingetjes. Je hebt toch geen goesting zo in een bord met water in, hè? Oh my god, jongen. Ik heb al slechte restaurants geweten. Dat is gewoon kap. Ik heb er zin in. Oh. Met één hand natuurlijk niet even de pan vasthouden, filmen en doen. Wat je erop kunt doen om nog sneller voldaan te zijn, maar ik weet niet of ik hier heb, zijn pompoenpieten. Onze gewoon pompoenpietjes, die zijn top. En dat scheelt je kilo's op een jaar, hè, en celluliet. Als je witte pasta eet, dan worden ze dik van als een olifant. Voilà. Natuurlijk, op restaurant doe ik niet aan ozel. En bij de Italiaan ga ik gewoon zo'n pasta eten met vongole. Vroeger met vier kazen. Het is niet omdat ik op dieet ben, maar hoe langer dat je skinny loopt, hoe minder rommel dat je lust. Dus zo zware kaastoestanden en zo, daar heb je geen goesting meer voor. En je houdt dan ook echt van je lijf. En je lacht dat niet weg en dan zeg je van wauw, weet je? Ik heb nu zo'n lijf zonder sport, zonder honger gehad. En ik kom me eigenlijk dik vreten voor niks. Voilà. Maar als ik morgen word uitgenodigd en het is pasta met vier kaas, dan ga ik dat wel eten. Snap je? Voilà, nu heb ik tenminste. Plek. Ziet er goed uit. Ik wil nog wel een groen kleurtje, maar dat zijn die pompoenpitten, hè? Maar die hebben we wel in de winkel liggen. En eet je zo niet. Nu komt het belangrijkste van het hele verhaal, hè? Want daar zijn jullie kampioenen. Als je zo niet eet. Dan mag je nog een tikje super chili bij zijn. Alida vroeger die lustte niks pikant, nu wel. Bam. Voilà. Dat is geen ramp, hè. Als je vier scheppen skinny love neemt. Je kan enkel vier scheppen skinny love nemen. Als je dagelijks stoelgang hebt. Heb je geen dagelijkse stoelgang, dan neem je geen skinny love. Dan neem je family defense. Tot vier scheppen. Dat is belangrijk te snappen. En dan vanaf je stoelgang, oké, bouw je rustig op. En je luistert naar je lichaam. Voilà, vooral degene die dan zeggen, ja maar de smaak, en wel de smaak wordt een miljoen keer beter met family defense. En uw maag en darmen gaan blijven. Je gaat minder windjes laten, minder gebroebel hebben, enzovoort, enzovoort. Dat is echt een lifesaver zoals, denk ik, Wendy had gepost in de community. Waarvoor dank. Dat is echt een coole. Zie, ziet er goed uit. Voilà, en dat kleeft niet, dat ziet er niet vies uit en dat is kei lekker. En als ik dat zonder camera doe, dan heb ik dat gemaakt op 10 minuten. Zie je dat? Nu pak ik mijn tijd en zie ik dat het licht aan is en wat weet je, ik allemaal van die flauwekul. Maar eigenlijk is het gewoon top lekker. Je ziet, hè? Gael, welkom erbij. Nissi, zuinig zijn met water. Ja, inderdaad. Maar hey, Alain, ik durf geen kauwgom meer eten. Ah, top! Vitalie dat oké met een ijzeren lepel door de pan. Ze is niet aan het kijken. Ziet er super lekker uit, dankjewel. Er wou iemand mee streamen. Debbie wil mee streamen. Debbie, kom aan, mee de pot. Ik heb nieuwe stokjes. Jullie weten dat Alain zot is van zijn pot. De trouwe kijkers die weten welke dat ik graag heb. Ah, hij is er niet of wat? Zit hem in de vaatwasser? Deze geloof ik niet. Oké, dan eet ik in zo'n potje. Bel. Voilà. Debbie, hallo, wou je mee streamen? Laat het mij weten, hè. Voilà. Ik ga dat daarin doen en wacht even, hè. Zie eens wat voor het stokje dat ik heb gekocht. Ah, wacht. Je ziet wat cool, hè. Dat is voor mij. Zie. Ik was dan toch de straks in de Chinese beurs. Oké, ik ga proberen, hè. Hey Annick, iemand, welkom. Maar dat gewoon niet evident, maar we gaan proberen. Dag hoor. Het zijn kleine dingetjes, hè. Ik zit nog altijd een sloek op. En met die stokken kan ik niet sloeken. Zie je dat? Dan moet ik rustig eten. Je hebt geen slechte genen, hè. Je eet te snel. Je kopt alles verkeerd. Je zaapt zero.
of een of andere dubbel fris, of hoe noemt dat nog, zo van die smaakjes in je water. Het is niet te geloven. Voilà, dan dat krijg je overgewicht, zwaar overgewicht, en celluliet, en wat weet ik nog. Hè? Voilà. Pak jullie mee, hè? Wacht, ik doe het licht uit. Licht uit, spot aan. Kunnen jullie gezellig met lei eten? Ah. Het is prachtig weer. Lise. Ja hoor, eindelijk gevonden hoe ik moest meedoen. Wacht, hè. Ik kan dat terugsturen. Oh, kan je dat niet op... Nee. Jij moet dat sturen naar mij, Debbie, om mee te doen. En dan kan ik dat terug goedkeuren. Smakelijk, iedereen. Mmm. Zalig lekker. Dus, je moet zo niet eten, hè. Want jullie, als jullie dat 3 weken niet doen, of 3 dagen, dan weet ik al wat je gaat denken. Ik kan zo niet leven gelijk dan alleen. Dat is heel cool dat je dat doet, dat is heel gezond. Maar mijn vent wil dat niet, of mijn vrouw wil dat niet. Dus ik geef thuis patatjes met hoe noemt dat? Met een worst, en wat groente of appelkompot. En dan? Dat wordt dus dik van als een olifant, oké. Okay. Maar dat is niet erg, want je zit niet op dieet. Drink de skinny love en de rest zal gebeuren. Zie, mijn bus is om. Helemaal leeg. Hé, hey, wat vind je van mijn stokjes? Het is echt lekker. Die aanzicht eet smakelijk. Ja, ik ben erbij nu. Tik Tibby. Marie-Georges, dankjewel. Eet smakelijk. Voilà, als jullie vragen hebben, I'm here. Al diegenen die niet weten dat we gratis coaching geven, type hier coaching. En dan gaan we jullie contacteren. En het is zo gemakkelijk. Mmm. Maar het is echt lekker. En je ziet, zo kan ik niet sloeken. En het is mooi. Kost niks. Je kunt het ook met sardine doen. Dan is dat nog voordeliger. En je lichaam gaat blazen. Echt zot dat het over piepklein dingen gaat. En als je in het begin zegt van, joh, maar ik ben alleen zot van bolognese. Ja, ik heb langer stokjes uit China dan meegebracht. Ah, Ina, dat is een heel goede vraag. Zijn raps gemaakt van groente gezond? Tina, dat zijn 2 serieuze fouten. Maar ik ben enorm blij dat je dat hier schrijft. Je moet weten dat ik nooit zo heb gegeten gelijk jij. Nooit, gelijk niemand niet van jullie. Ik heb enkel biologisch gecertificeerde voeding gegeten. Dus ik heb nooit geen brol gegeten. Dus ik at extreem gezond. Extreem gezond. En ik woog 100 kilo van de smidde. Dus het is niet omdat iets gezond is, dat je er niet van bij komt. Ik kan jullie eten maken dat onwaarschijnlijk gezond is, waar je allemaal op 1 week 6 kilo van bij komt. Dus dat is compleet fout. Als ik Anna Pascal eet, kom ik 2-3 kilo op een week bij. Hoe komt dat? Omdat Pascal gelijk een vogel eet, al heel haar leven, en ik kan niet gelijk een vogel eten. Dus ik eet porties, gigantische porties. Snap je? En als ik die porties eet, als ik geen voeding maak, wat ik snel van voldaan ben en lang, dan blijf ik eten. Had ik deze met speldpasta gedaan, moest ik 4 kommen eten. Van dat spul voordat ik genoeg had. Met quinoa, 3 kommen. En daarna dan nog honger. En dan moet op karakter nee zeggen, dat gaat niet. En dan flit het toch de kast leeg. Zie je dat? Dus dat is de fout.
De tweede fout is... wacht, hè. Raps. Van raps, ik zeg dat altijd, word je rapdik. Voilà. Allee, waarom? Om, heb je mij al zien bijten op die pasta? Zelf op deze pasta moet ik bijten. Ik heb nu niet inslikken. Uw gezonde rap, ten eerste dat bestond niet. Dat is puur vergif. We moeten niet op bijten. Uw maag heeft daar geen werking meer. Dat is een hoop rommel. Dat is om te doen alsof je gezond bezig bent. Het is heel simpel. Slank eten. En je basis moet goed zijn. Als je pasta... De Jurgen. Die is goed ziek, maar die heeft geen corona. Hij komt overmorgen terug, denk. Die is 20 kilo kwijt in 10 dag pasta. Die nog. Alleen. Dus ik heb nooit geen honger gehad. Die heeft Herbalife gedaan. Weight Watchers. Diëten. Ben dus een sportdokter. Niks marcheerde. Niks. En deze ochtend heb ik een goede keramiek gegeten. En havermout. En granola. Van Sandra en nog alle andere internet people. Natuurlijk niet. Gewoon twee crackers. Ik heb 4 uur geen honger. Zie je dat? Dus Tina. TT. Geweldig lief dat je iets vraagt. De anderen zitten altijd te gapen en durven niks vragen. Dus I love you. Respect dat je dat doet. Mm. Dus we gaan zien, hè. Sandy zegt smakelijk. Wij gaan ook boekweitpasta eten met jullie pesto. En de nodige groentjes en kip. Ik moet pesto mee terugnemen. Dat is juist. Tine zegt, wat jij een hele dag daar naar binnen speelt. Jij frit bent al een hele dag. Dat ga je niet dik zijn. Dat is, hè. Zie je? Maar vroeger had ik massa's meer. Dus skinny love werkt, hè, schatjes? Dat is belangrijk dat je dat snapt. En ik had vroeger... durf het niet zeggen. 90% meer. Nu zie je, wat ben ik niet aan het doen? Dat mensen zeggen, ja, ik moet toch een frisdrankje hebben terwijl dat ik eet, hè? Ik geef jullie wat know-how, gratis op het plateau. Je verdunt je maagzappen. Je maag naar de kloten. Je wordt dik, je krijgt gratis cellulit. Maar wat nog? Je hersenen, je capteert niet die echte voeding. Allee, noem maar op. Dus ik versta niet al diegenen die nooit nog frisdrank drinken. Of een zoetje in hun koffie doen, et cetera, et cetera. Dat is een ramp. Is veel beter dan gewoon rietsuikers te gebruiken. Marie de Lanceer, welkom erbij. Tina, Thijs, en wel, ja, dat bedoel ik, of je er van bij komt. Je wordt onwaarschijnlijk dik van die raps. Fijne dag allemaal, ik ga weer rijden. Fijne dag, Jan. Sandy zegt, bedankt om ons een boost te geven tijdens de meet and greet. Ons mama broek zakt al terug af. Ah, Sandy, voilà, het is dat ook, hè. Kom eens naar die meet and greet. De volgende is één, wat is dat voor die? Ik weet het niet. Het is altijd een eerste donderdag van de maand. Maar ik weet niet wanneer dat hem valt in augustus. Als iemand eens kan kijken en dat hij erin plakken, dat zou lief zijn. Het is de kracht van de ingrediënten. Super lekker. En hoe vroeger dat je avond eet, hoe beter. Dat zijn kleine trucjes. Moet dat? Nee, dat moet niks. Want de fans gaan zeggen, ja, ik geef op, want ik kan dat niet. Ik kan alleen om 10 uur s'avonds eten. Dat hoeft niet. Maar vandaag had ik nu de tijd om dat te doen. Ik denk van, ah, voilà. Ik kon dat eens doen. Ik lees verder. Tien is ik praten en eten, dat is niet gezond. Nee, dat weet ik. Stop eens mee eten. Zodat ik er smik. Nee, Carmen. Tina Thijs, dat is nog zoiets. Bij Weight Watchers zeggen ze meer linzen en zo. Maar zeg in het boekje van Skinny Love dat je dat minder moet doen. Zie, dat is heel hip. Linzen en kikkererwten. En Weight Watchers verandert hun plan om de zes maanden. Want ja, mensen zoals wij die overgewicht hebben, die zijn geneigd om te zeggen, de meesten geven op na 2 weken. Of na 3 dagen. En als ze dat niet nieuw zien, denken ze, och, weet je, ik zal het nog eens doen. Voilà. En nu zijn linzen very hip.
En volgend jaar is een kiwi verhip. En daar zit dan een kiwi in. Hier. Als ik linzen eet, kom ik bij. Mijn kinderen mogen linzen eten. Linzen zijn supergezond. Snap je? Blijf schrijven, dat is tenminste iets leuk. Mieke zegt, is ook de eerste dag dat ik bijna niet aan eten heb gedacht. Dat is graaf, Mieke, dat je dat schrijft. Dat is echt zot, hè. Vroeger, lang, lang geleden. Dat is ook goed, hè, dat je dat weet. Hij is al 7 jaar lang zonder sport, zonder honger, zonder eet. Zonder dieet. Deze ging dieet eten, hè. Dan zeg je meestal, wanneer mag ik terug normaal eten? Oh my god, jongen. Wat ik hoor een hele dag, ik kan 1000 boeken schrijven. Zeg je, wat bedoel je met normaal eten? Ah, maar joh, puree, vlees en kompot. Zeg, gewoon lang leven. Voilà, wacht. Ik lees voort. Voilà, en dat is wat Mieke zegt. Ik heb, dus vroeger had ik van 6 uur 's morgens non-stop tot middernacht. En nu eet ik 6 keer per dag. Jullie moeten dat niet doen, hè. Ik ben een professional. Dat was mijn laatste fase om door een plateau te gaan. Zijn ik beginnen 6 keer per dag eten. Je mag dat doen, hè, maar dat is geen diner. Dat kost ook niks. Hè. Je kunt dat doen om 10 uur, 2 van die crackers droog. Om 8 uur, 2 van die crackers droog. Voilà, in een tas van onze vetverbrandende koffie. Dan maakt u een shake. Bam. Het is 10 uur, een appel. Om 12 uur, tussen 12 en 2, uw lunch. Een paar van die crackers, niet de deze, de chilies of de curcuma of de tomaat. Met een vers geitenkaasje, met sardine geplet, met wat citroensap op, met een koolrabi, een venkel, wat wortelen, geen fucking kerstomaten. Hè. Pak er dan 1 als je hem weet naar je kerstomaten. Hup, om 4 uur een peers. S'avonds, een bakje boekweitpasta. Heel die dag heeft 10 euro gekost, nog niet. In voeding. Voilà. Zie je? En dan s'avonds. Le moment suprême, want jullie zeggen al, ik kan het tot 8 uur. En dan crash ik. Dan zeg ik, ja, hoeveel schepjes pak je? 2, want ja, het broebelt serieus in mijn buik. Ik zeg, zijn er geconstipeerd? Nee. Ik zeg, ja, maar is het ja of is het nee? Kakte iedere dag. Nee. Ik zeg, oké, dan moeten we niet 2 schepjes pakken, dan pak je een half schepje. Zeg, en dan koopt de Family Defense. Wat is onze Family Defense? Kunnen we hier eens op tafel gooien, zo strooien, dat kijken. Ik wil nog een pak pasta eten, ze wacht even. Deze ding is de waanzin, als je gebroebel hebt. En je lust het niet. Dus dat is de oplossing voor al diegenen die zeggen, ik lust het niet. Zaagt niet en klaagt niet. Neem actie, onderneem. Deze is waanzinnig lekker. Als je dat bij je groene of je gele doet, of beide, ga je geen gebroebel hebben. Ga je niks aan je maag hebben, niks aan je darmen. En ga dan een smaak hebben dat je zegt, oh, maar had ik dat maar geweten. Dus voilà. Je gaat er dan bij die zeggen, ah, jammer, ik wist niet dat ik nog iets extra moest kopen. Maar van mij moet er niks extra kopen, hè. Zeg altijd, surf voort, pakt, ga naar Instagram, zie er wat andere flauwekul. En probeert, en binnen 2 jaar heb je 5-6 kilo minstens erbij. Je bent altijd welkom, ik ontvang je terug met open armen. Voilà. En er is niks gezond verantwoord om af te slanken. Buiten kilo, dat is niet het dikke nek, maar er is niks. Er is ook niemand die dat echt met pure passie heeft gedaan. Hè? Dus, ons Mieke zegt, en dat is heel goed beschreven, het is de eerste dag niet aan eten denk. Ik heb dat gehad, ik zei dat tegen Alida, ik heb dat 2 keer gezegd tegen Alida, met 2 dingen dat ik heb gecreëerd. Met Skinlove zei ik, ik heb precies vakantie in mijn hoofd. Ik vond dat heel raar. Vakantie in mijn hoofd. Zo van, ja, ik denk echt niet meer aan eten. Dus dat is graaf. En ik heb dat met AX1, dat je zo als ex-oude topsporter en je bent 57 jaar, dan heb je wel zo ergens altijd pijn. Maar je weet dat niet meer, dat doet ook niet echt zeer, maar je weet ook niet dat dat er is. En na lange tijd dat ik AX1 had gepakt, weinig, pak al een half schepje, een schepje. In één keer zei ik tegen Alida, ik voel mijn gewrichten niet meer. Dat is heel raar. Dus dat zijn zo 2 dingen dat ik heb meegemaakt. Maar Mieke, superlief dat je dat schrijft. Eet crackers in de ochtend, dan een appel, tonijnpasta en groenten. Perfect, hè? Maar weet Mieke, als je morgen een nieuwe vriend hebt, of whatever, I don't know wat in je leven, hè? Of vriendin, of cactus, zeg ik altijd. Nu moeten we alle opties geven. En die zegt van, nee, we gaan hier iedere dag stoemp eten. Dan moet je niet zeggen, ja, ik kan zo niet leven, gelijk dan alleen. Dat gaat niet lukken. Zap dat ding op, dat doet 99% van het verhaal. En 's morgens zit er dat in plaats van je brood. En dan zie je maar. Zie je?
Dus voor al diegenen, ik blijf dat herhalen tot in het oneindige, hè? Want ik ken jullie. Als je 3 weken all-in Turkije niet geboekt, dan denk je, ja, wat ga ik doen? Als ik naar daar ga, ik vreet alles en ik eet alles op. Ik ben zot van de Turkse dessertjes en heel de nest. Dus ja. En ik, maar wat doe ik? Ik s'morgens vroeg in een trek. En s'avonds laat komen potten dicht in mijn slaapkamer. Oh. Voilà. Ik zoek geen excuses. Ik wou een ander leven. Heel veel van jullie zijn een bende bleters die eigenlijk niks willen. Die denken, oh, geen pech. Nee, je hebt geen pech. Je zit op een kauwgom te buiten, die je vol fake suikers zit. Dan krijg je continu fake toestanden hier in je hoofd. En dat stel je als een cola zero een hele dag aan zappen. Snap je? I love you, hè. Voor degene die het weet, wat ik heb gezegd. Lieven, welkom erbij. Sebastiana, welkom erbij. Mieke zegt, is ook de eerste keer dat ik banaan niet aan eten heb gedacht. Oh ja, dat mag je zien. Tina zegt, dat is 4 augustus. TT, super lief. 4 augustus is de volgende meet and greet. Dat is de eerste donderdag van de maand. Sebastiana zegt, ik raad jullie het echt aan om aan Skinlove te beginnen. Ben een week of iets langer bezig. Bezig. En dan? Dan is het weg. Sebastiana, super lief. Voilà. Het is Shana. Sebastiana Salvatore. Wat een prachtige naam, zeg. Is fantastisch. Machtige naam. Voilà. Dankjewel voor je tip en dankjewel voor de vibe. Pas op, ik zeg altijd aan de mensen die zo mega hevig zijn de eerste week. Het is on the long run, hè. Ik wil dat jij binnen 7 jaar, Sebastiana, je zegt van, ik kan nog eens naar die Alain zien of dat hem nog streamt. En effectief, oh, die Alain streamt nog, zeg. En ga zeggen van, Alain, ik ben al 7 jaar slank en gezond. Dan is mijn doel gelukt. Dan ben ik blij en fier op jou. Zie je? Oh, moet je dat dan in mijn leven drinken? Nee, ik doe een schepje erin, dat zonder hout. Maar ten eerste, dat is keigezond. Gaat je? Karin de Bie, welkom in de house. Voilà, inderdaad, inderdaad, honger heb ik ook niet. Goeie spul dat ik heb gemaakt, hè. Tina Thijs zegt, ah ja, beter vragen dan zomaar iets te doen wat je denkt dat gezond is. Ja, het is niet gezond eten, het is skinny love proof eten. Als je het dan toch juist wilt doen, hè. Voilà. Gisterenavond hebben wij compleet verkeerd gegeten, Alida en ik. En ik dacht, kan ik het zeggen of kan ik het niet zeggen? Dus onze oudste dochter is zot, zo van die instant noedelrommel. Maar bon, hè? Het is een schat. Jullie zien ook jullie kids doodgraag. Dus ik denk, allez, we kopen zo van die instant noedelrommel zonder smaakversterkers. Dat moet je goed zoeken, er waren er 2 op een schap van 300. En... Maar we hadden geen tijd gisterenavond te zeggen, come on, weet je, oh, we gaan daar eens eten, want dat is tempting, dat is dat er. En ik zeg, ja, tegen al mijn skinlovers, je mag geen soep eten. Waarom niet? Omdat ik jullie ken. Jullie linken dieet aan een soep. En ik zeg, het is geen dieet, dus stop met soep te vreten. Want je slankt af, maar dan komt het terug bij, omdat je van de honger doodgaat. En er verandert niks hierboven en niks in je lijf. Maar dus, we hadden die rommel, dat was super pikant. En ik heb gezegd tegen Alida, weet je wat we gaan doen? Curcuma crackers. We hebben ons crackers gepakt, gebroken, in die soep gegooid. Man, dat was een feestmaal. Dus gezien. Tina Thijs, ik ben wel op de goede weg. Al 3 kilootjes minder op 3 weken. Dat is meer dan het dubbel dan de World Health Organization toelaat of adviseert. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zijn er wel bezig met corona en een hele dag in de apenpokken. Maar die hebben ooit een link opgemaakt van, ja, hoe noem het? Je mag maximum 0,5 kilo per week afvallen. Maar Tina, je hebt niks speciaal gedaan, dus dat is geweldig. Goed dat je dat schrijft, en dat is lief, en goed. Voilà. En dat werkt, hè. Skinny love werkt, dat is plezant. En je moet het houden, hè. Zie, Tina, ik weet niet hoeveel kilo's dat je hebt kwijt. Pak 16. En die 16 zijn bij x aantal dagen kwijt. Wat moet je dan doen? Dan moet je op een muur thuis schrijven, het is vandaag de 28 augustus 2022. En dan moet je dat gewicht houden. Nu wordt het niet leuk, hè. Nu gaat je zeggen, oh, dat wist ik nog niet. Hè. Oh, dat vind ik niet plezant. Hoe lang denk je? Volgens de wetenschap, dus volgens Alida en onze farmacoloog, de Geert, Vergoten en de Max, moet je dat een jaar volhouden. Want je lichaamcellen, die vechten terug. Hè, dat is van miljoenen jaren geleden, dat we ons niet zouden uitsterven. Die vechten terug. Een jaar aan een stuk volgens de wetenschap om er terug te geraken. Om dat oorspronkelijk gewicht. Dat is daarom dat jullie veel jojoen, hè? Oei, dat wist je niet, hè? Wat wil dat nog zeggen? En weet je wat? Ik heb nog slechter nieuws. Ik heb dat gedaan en ik dacht, gewoon dat testen, hè? Dus ik stopte regelmatig met skinny love, eens een maand, soms 6 maanden, dit en dat. En ik dacht, nee,
Na 2,5 jaar te skinny loven, kon ik zeggen, oh, nu kan ik alleen vliegen. Als ik nu nooit meer in die winkel kom, koop niks meer, trek me een plan, het lukt. Amai, moeten jullie 2,5 jaar deze doen? Tegen een goesting iets eten, tegen een goesting iets drinken. Je moet toch 1,5 liter vocht drinken. Dus zorg niet, binnen zagers en klagers. Maar I love you, hè. Ik doe deze uit liefde en respect voor jullie. Terwijl ik bij mijn kids moeten zitten nu al. Maar, snap je? Goed, hè. Kan dat niet betalen. Liegt niet. Alle chips dat je niet meer eet. Alle koeken dat je niet meer frit. Alle zero-rommel dat je niet meer koopt. Enzovoort, enzovoort. Je eet een pak minder. Dat ging er niet pieken, hè, in de supermarkt. Voilà. Telt dat is tot op de cent. En je zal zien dat je winst gaat maken. Voilà. Ik eet 90% minder. Ik snoep zo goed als nooit meer. Vroeger moest ik om de dag naar de bio-winkel voor de wafels, vegan speldwafels en vegan dit en bio dat. Allemaal gezond, hè. Maar ik weet er wel aan. Sebastiana, die zegt, ik ben enorm blij dat ik Skinny Love heb leren kennen. Voel me al beter, toch fitter, ondanks ik nog wat te doen. Dat kan ik niet lezen, maar het is niks. Mieke zegt, is een heel bevrijdende gedachte om niet meer met eten te denken. Een heel rustig gevoel. Ja, inderdaad, hè. Ik vond dat ook. Ik kon dat beschrijven als ik heb vakantie in mijn hoofd. Ik raam Ilse, welkom erbij. Geen kersttomaatjes aan. Dat zijn geen groenten. Ten eerste vervuilt dat de planeet. Dat zijn hier al die series waar je blind van wordt als je voorbij rijdt. Maar ik zie geen alternatieve groene lul. Hè. Van mij mogen ze dat een hele dag kweken. Maar dat zijn geen groenten. Als ik zeg, leer bijten. Een koolrabi. Ah, mijn naam. Een venkel. Ah, wortelen. Een komkommer die keihard is. Snap je? En niet fijn snijden. Je moet terug leren bijten. Hoeveel bleters dat ik niet krijg. Meneer, die crackers, dat gaan niet mijn kiezen doen. Zeer. Die staan los. Nou, mevrouw of meneer, dat komt omdat je nooit meer hebt gebeten sinds 40 jaar. Je moet terug leren bijten. Ah, oké. Okay. Vicky zegt, wij eten geen patatjes. Vicky, hoeveel kilo ben je nog kwijt? Je zag er stralend uit. Welkom erbij in de live. Wij eten veel rauwe groenten. Hij komt aan een topper, ik ga je laten weten of we gewonnen hebben. Ik ben Skinny Love proof, mijn vriend nog niet. Is veel thuis, ik maak eten en trek mijn plan wel. Wij eten geen soep. Voilà, die stokken, ja, die stokken zijn grappig. Hè? Ik ben bijgekomen, op restaurant komt wel goed. Tina zegt, niks hoor, niks speciaal gedaan. Schudden en drinken en de zero laten staan. En de crackers in plaats van brood. Nog steeds niet het gevoel van op dieet te zijn. Tina, dat is geweldig dat je dat schrijft. Hé, hey, voor alle zagers en klagers. Zie eens wat ons Tina doet. Weet je wat Tina wil? Die wou een ander leven. Die wou, zonder dat ze dat wist. Die wou afslanken. Dat is geen bleter. Die is van de eerste dag enthousiast en lief. En die post toffe dingen, soms foute dingen, dat speelt geen rol. Maar die wilt afslanken. Dat voel je, dat hoor je. En dan past ze gewoon toe wat ik zeg. Je ziet, hè? Ze heeft de zero laten staan. Door de Skinny Love doet dat. Oeh, Skinny Love. Oeh, dat blijft wel hangen. Skinny Love, stopt u een drang naar al die rom, dus schrijf dat op, hoeveel zero's dat gekocht per maand. Liegt niet. Hop, schrijf dat op een brol op, dat brood uit de supermarkt. Dat vergief, de brood van achter de bakker. Maar Tina, ik hoop dat je een cheat day doet. Als je zegt, nee Alain, je moet denken, ik heb nog nooit iemand van al mijn Skinny Lovers die geen cheat day deed, die niet gecrashed is. Misschien ben jij de eerste dan, hè? Maar ik bedoel maar, weet dat. Als mensen u uitnodigen, geniet, doe zot. Gaat erbij komen? Ja, natuurlijk. En als je 7 dagen feest, dan zullen ze 7 keer erbij komen. Maar dat is niet erg. Je drinkt voordat je het feest binnen gaat weer Skinny Love. Als je 's morgens vroeg helemaal zo weg als een huis, potten dicht nog, dan eet je wat crackers. Dan trekt het een boel recht. En dat zit. En daarna, hup, zit het terug in dat ritme. Het is een ritme hebben. Voilà. Debbie zegt, fijne avond nog zo. Wacht, hè, nog leuk elke keer zo'n livestream van u. Dankjewel, Debbie. Ikram zegt, deze morgen had ik helemaal geen honger. Ik dronk de chocolade en daarna de groene op het gemak. Ja, Ikram, dat is goed. Hè, de vetverbrandende chocolade. Maar doe dan deze. Gewoon een halfje. Het is niet om tenminste honger te hebben. Dat is heel raar, maar het is gewoon zo. Dan schiet je vetverbranding beter in. Gewoon zo'n half dingetje. Paf. En je eet al. Alleen geen honger. Dan schiet die vetverbranding in gang. Het is niet om te ministeren. Goed dat je dat post. Dank je wel. Kathleen, goedenavond. Tanja zegt, ah, Tanja, tja. Oeh, is het daar in het Gentse? Tina zegt, maar ja, op dinsdag bij de bomma met taart en al. Voilà, cool, dat moet je doen. Wat dat gaat de bomma zeggen? Zegt Tina.
Zit jij niet op de gym? Jij ziet er zo goed uit. Dan zeg ik, nee. Oh nee, want zie. En dan gaat de bom en zegt, ja, maar dat is wel, want je hebt al 3 stukken taart gegeten. Hoe ken je dat? En een warme choco. En dat is heel goed voor je hoofd. Afslanken is in de mind. Jullie hebben alles al geprobeerd en het is nooit gelukt. Cool, hè? Komt dat ik dat weet, hè? Sebastian, als ik met de meet and greet kom ik ook terug. Ik kom snel langs voor de family booster. Ik val soms last. Ja! Koop dat nu, online. Geet hem morgen vroeg. Van mij moet dat niet, ik promote nooit iets. Maar deze is nu wel een mirakelproduct. Dat ik zeg van, voor al diegenen die zeggen, ik val niet rap genoeg af, maar ik kan geen bier scheppen, want ik lust het niet. Ah, doet dat er niet. Of ik heb te veel gebroebel. Hoeveel mensen dat ik niet tegenkom, mensen zijn heel lief, hè. En die zeggen, zeg, ja, tof product, hè. Maar ik kon daar niet tegen. Maar ik zie dat niet, hè. Nooit op je luisteren. Maar ik kon daar niet tegen. Ik zeg, ja, nee. Zeg maar dat dan. Oh. En zeg, windjes en zo en gebroebel. Ja. Ik zeg, jawel. Zeg, dat is een straf, hè. Zeg, dat maakt schien of maakt u darmflora teruglevend. Zeg, dat gaat een goede immuniteit hebben en alles. Zeg, maar waarschijnlijk heb je geen goede stoelgang. Ja. Ene keer, of, je kunt je voorstellen hoeveel dat ik hoor. 1 keer per week, hè. 1 keer per week stoelgang. Goedemorgen, hè. Dat is levensgevaarlijk. Moet je evenveel schepjes family booster indoen als van je skinny love? Er moet niks. Je moet weten, Sebastian, goed luisteren. Ik zeg, als je geen stoelgang hebt, neem je 0 skinny love. En neem je 2 scheppers family defense in de ochtendshake. 2 schep in de namiddagshake. Tot als je stoelgang hebt. Vanaf dat je stoelgang hebt, blijf je die dosering houden. En door de eerschepjes, kinderlof. Want het is niet om te snel, het is er geraken en blijven. Ik wil dat je gezond wordt. Snap je? Dus, snap. Up, en blijf de stoelgang hebben. Kun je een tweede schepjes, kinderlof doen. En je houdt deze dosering. Derde schepjes, kinderlof. Je ziet dat je stoelgang hebt. Heb je geen stoelgang, zakt het terug naar 0 of naar 1, kinderlof. En je behoudt je 4. En zo doe je dat continu. En dan ga je zien dat je gaat geraken. En dat je zegt van... En dan daarna kun je deze afbouwen. Als je continu stoelgang hebt en je hebt 4 scheppen, dan neem je... En dan kan je zeggen, ja, ik kan eens een dag 2 ochtends doen, 1 is namiddags. 1 ochtends, 1 is namiddags. 0 is namiddags, 1 ochtends. 0-0. En alleen skinny love. En dan heb je een gezonde darmflora. Dus, dat is een keigoeie vraag van jou geweest, hè. Was plezant, hè. Ik ga nog eten. Zie dan zie je dat ik niet mijn best doe om weinig te eten. Wie gaat er mee nog in de pot? Nee, wacht. Heb ik nu genoeg? Dat weet ik eigenlijk niet. Zie. Maar ik denk... Als ik met speldpasta moest ik zo'n 4 van die komen eten, hè. Maar met boekweitpasta... Ik heb al vreed veel gegeten, hè. Ik heb een heel vol gevoel, laat het zo zijn. Ik denk dat deze is. We gaan zien, hè. Misschien kom ik nog terug, hè. Smakelijk nog, dankjewel. Als jullie nog vragen hebben, ik ben nooit boos op jullie, hè. Nooit. Had ik nu een komkommer, had ik die kunnen snijden en eronder doen. Maar ik heb geen. Maar deze is een miljoen keer beter dan bij Just Eat of Uber Eats, eender welke roemel te bestellen. Daar komt dus een tik van als een olifant van. Of een pizza uit de diepvries. Of whatever. Kei lekker. Maar gezien, ik probeer nog te sloeken. Maar dat gaat niet. Door mijn stokjes. Magdalena Rousseau. Nee, Rousseau. En toen weer het stil. Toen wel eens goed, hè. Voor corona gingen Alida en ik regelmatig de wereld rond voor onze ingrediënten. In Japan was er een dame. Wij slapen in Japan niet in een hotel, maar in een ryokan. Een ryokan is een oud traditioneel Japans is een badhuis. Nee, ik weet dat niet. Dat is iets met een badhuis aan. Zo een overnachtingstoestand. Dat zijn geen hotels, dat is geen luxe. Hè? En
Die dames mooi vroeg gezegd tegen mij. Ik was wat bezig in het Engels. It's your fault that our kids are fat. Ik dacht, wat hebben we nou gedaan? Ze zegt, yes, Starbucks and McDonald's and all the rest. No. No. They just eat our food. En want ze zei van, ja, hè, het is door onze schuld, de westerling, dat de Japanse kinderen nu dik zijn. En ik zei, is dat door de fastfood en zo? En de frisdrank? Nee, zei ze. Zelfs niet. Weet je wel? Ik neem jullie mee op de grond. Weet je hoe dat de traditionele Japaner heet? Wij kunnen al zo niet meer zitten. En weet je wat? Als ik zo zit, krijg ik deze. Echt waar, hè? Dat is nu heel raar. Ik krijg dat niet meer binnen. En als ik aan tafel zit, hè, krijg ik mijn eigen nog volproppen. Want vergeet niet, iedereen met een gastric bypass komt bij. Van de eerste tot de laatste. En hoe komt dat? Omdat die geloven in een mirakel. Dat zijn geen mirakel, dat zijn duizend kleine dingetjes. Zie, deze, ik kan echt geen pap, dat is eigenlijk grappig. Want meestal speel ik dat altijd, maar nu voel ik dat ook echt van, ik heb echt geen honger meer. Het is over. En daar had ik heel die kom kunnen opeten. Moeten jullie nu thuis allemaal op de grond gaan zitten? Nee, maar gezien, het zijn piepkleine dingen. Niemand in uw familie heeft slechte genen. Hè? Ik word dat onnozel van de mensen zeggen, oh, maar mijn moeder en mijn mama hebben ook allemaal zwaar overgewicht. En mijn papa ook. Stop met je flauwekul. Ik ga nog eens proeven, maar ik kan eigenlijk geen pap niet meer zeggen. Dat is heel raar. Ik eet altijd tot als ik echt voldaan ben. Dat ik echt zeg van... Anders crash ik. Dan weet ik de not duik de koekiekast in met de kids. Nu moet je echt proppen. Maar dat is niks. Het is te lekker. Zou wel lekker. Weet je wat het voordeel is als je zo slank bent? Op 57 jaar, dat je toch nog eens de kloot kunt pakken. Zie, dan moet je dus denken, vroeger als ik zo 100 kilo woog, nooit van het leven kon mijn nestels niet meer best doen. Ben je nou niet slecht, hè? Vandaag mijn startspakket gekocht, ben heel benieuwd. Magdalena, je mocht niet benieuwd zijn, je moet het gewoon doen. Ik zeg dat altijd lief, hè? Natuurlijk, hartelijk bedankt. Maar weet dat Skinny Love werkt. Meer dan 340.000 mensen hebben het al gedaan. En zijn allemaal blij. Dus je moet gewoon, wat moeten doen? De WhatsApp antwoorden. Ik hoop dat je er een hebt gekregen. Heb je een WhatsApp gekregen? Met mijn vragen? Als je die niet hebt gekregen, zet dat dan hier. Gewoon, dan schrijf je coaching. En dan contacteer ik jou. Je krijgt gratis coaching van ons. Je kunt al naar YouTube gaan. Dat is dan een startersvideo. Etcetera, etcetera. Ah, dan wil ik precies iemand meestreamen. Wacht. Magdalena, misschien. We gaan eens zien wat je wil. Nancy, welkom erbij. Tina Thijs zegt, en wat? Met soep als je er krekjes bij hebt in plaats van brood. Tina, ik wil niet dat jij geen soep eet. Ik wil niet dat jij soep eet. Als je van de bomma soep krijgt, dan is het anders. Dan eet de brave je soep beleefd op. Maar thuis gaat hij geen soep maken, want het is geen soepdieet. Dat soep vooral, ik heb al een miljard keren gezegd. En mensen denken altijd, oh, ik pak skilo van toen. Ik kon om te snelst afvallen, dus ik kon nog soep eten ook. Zeven in pakjes. Je maag voelt niks, je propt je wagen vol. Op 5 seconden, je denkt, ja, ik heb geen honger. Het is gelukt. Ik heb het. Die maag pompt vocht eruit. Binnen de 5 seconden, die is terug naar boven, ik heb honger. En jij denkt de eerste dag, ik kan het. Ik kon niet eten.
ik kan niet eten, ik ken het, ik pak ook wat skinny love, het moet lukken. Dat is 3 dagen vol ingestopt. Dat zie je van die pakjes. Snap je? Dus als de bom aan je soep maakt of je schoonmoeder, dan niet. Katrien zegt, de boekweitpasta vind ik ook echt lekker, goede vervanging. Nee, niet gekregen. Oké, Magdalena, misschien heb je niet bij ons gekocht, maar het is niks, het is altijd skinny love, hè. Ik ga jou iets sturen, hè. Wacht. Kun jij naar deze nummer dat ik jou nu stuur, 0032-472-97-1073, ik check even of je goed hebt getypt. Ja, ik heb dat goed getypt. Voilà. Allee. Oké. Voilà. Als jij daar naartoe stuurt... jullie mogen dat allemaal doen, hè. Al diegenen die al heel lang skinny lopen, die weten dat niet. Dat we nu een nieuwe WhatsApp-nummer hebben. Dus, jullie pakken jullie smartphones beet. Je maakt een contact aan. Je doet contacten open. Je maakt een nieuw contact. Dat heet Skinny Love in 1 woord. Niet in 2, dan is het liedje. Skinny Love in 1 woord. De gsm-nummer is 0032-472-97-1073. Je sluit dat contact. Je gaat naar WhatsApp. Geen sms, dat weet ik niet. Je gaat naar WhatsApp. Je stuurt uw naam in hoofdletters. En coaching erbij. En uw coaching start. Helemaal gratis. We kunnen met mij, met de Max, met Suzanne, met Greet, met Jurgen, dag en nacht chatten. Voilà. In de winkel in Antwerpen. Ja, dan moet ik dat vertellen aan degene die daar stond. Ja, dus dan moeten we dat doen. Magdalena, je hebt gehoord, je hebt een berichtje van mij gekregen met de nummer. Dus doe dat. Je stuurt je eerste WhatsApp en we zijn vertrokken. Goed? Niet vergeten, hè. Ik ben nog aan het zien. Jacqueline Steve, welkom erbij. Ik heb goed gegeten. Zie je dat? En nu drink ik ook niet. Geen groot glas water omdat ik heb gesloekt. En mijn gevolg oplopen? Nee. Ik laat die maag werken en dat zit. En heb ik ze biedt nog goestingsjes in van alles. Dan maak ik een warme tas water. Een warm kopje water. En ik doe daar een klein beetje gele in. Ik doe een volledige schep, maar je kan een klein beetje doen. En zeggen van, oh, dat ruikt, dat proeft helemaal anders dan dat je zou koud drinken. Hè? En je pakt zo een hongerstillend koekje, kan dat wel doen, want ik ben niet perfect. Jullie willen allemaal perfect zijn, ik ben niet perfect. Hier. Hier zo'n hongerstillend. Wat is er nu? Hij is van hier. De zeven loopt altijd met de mond, hè? Een hongerstillend speculatiekoekje met chocola. Doe dat iedere avond. En ik zie hem aan een buik. En ik verdoe mijn laatste straffe gast. Hé, Femke. En wil je er nu 12 eten? Ik krijg nooit geen 12 op. Maar dan eet je 12. De voeding die ik maak, kom je niet van bij. Van skinny love slank je af. En van dit worden je maag en darmen en je smaak blij. Ja. Dat was een goede live.